dit boek van de Leidse hoogleraar ouderdomsgeneeskunde Rudy Westendorp, Oud worden zonder het te zijn, lezen we dat een baby die nu geboren wordt makkelijk 100 jaar kan worden en dat 135 jaar ook zeker mogelijk is. Fijn, geweldig zou je zeggen. Maar wat moeten we met die zee van tijd? Weten we wel hoe dat moet, heel oud worden? Dat is nog niet zo eenvoudig. Aan tafel Rudy Westendorp en de denker des vaderlands, filosoof René Gude. Als ik mensen vraag van ja, wil je ouder worden, dan beginnen ze allemaal helemaal somber te kijken en dan weet ik het niet enzovoort enzovoort. En er heerst alleen maar somberheid over dat extra mooie leven wat we gekregen hebben. Is dat nog nooit zo lang gezond geweest. Stel nou voor, je bent op 65-jarige leeftijd en dan begint het een beetje te knagen daar in die heup. Het wordt pijnlijk. En wat is het eerste wat je dan zegt? Van, nou, daar wil ik vanaf. Nou, dan ga je naar de orthopeed en dan krijg je een stalen exemplaar, een nieuw exemplaar. En dan loop je weer als een kieviet. Mm-hmm. Uitzonderingen dagen later. Nou, daar ben je toch blij om. Mijn pleidooi in het boek is, en dat is de titel ook, we worden oud, ja. Maar er is absoluut een manier om dat niet te zijn. Hoe gaan we dit oplossen? Nou ja, de oplossing is natuurlijk humeurmanagement. Ja? Dat is heel eenvoudig. Maar geef eens een tip. Nou ja, want de enige die dat beheerst bent u. Jazeker. Ja. We willen wel lang leven, maar niet oud worden. En ik denk dat we ons wel een beetje moeten verzoenen met het idee dat we straks ouder worden. Met grijze haren en haarlangen. Ja. Voor het eerst in de wereld draait door een sneak preview op het nieuwe boekenseizoen. Honderden boeken, van literatuur, dichtkunst, essays, kookboeken, sportboeken tot heel veel ander fraais zal de komende maanden in de boekwinkel naar onze gunst gaan dingen. 14 zeer verschillende hoofdrolspelers uit de grote voorjaarsboekencatalogus zijn vanavond bij ons om u en mij warm te maken voor hun boek. Het meisje van de omslag van mijn boek is mijn moeder. Die blik in haar ogen, waarom kijkt ze zo? Ik ging op zoek en vond een eeuw geschiedenis. De meeste gênante passage uit het boek ga ik u alvast een beetje onthullen toen ik als opkomend politicus nog wel een rol moest spelen en op een gegeven moment een naaktscène moest spelen en merkte dat de vicepremier in de zaal zit. 100 fragmenten heb ik geselecteerd, 1000 pagina's en het wordt een lust voor iedereen die ooit in de puberteit heeft gezeten of dat nog steeds zit. Theo Maas, welkom. Dank je. Gaat goed? Ja, gaat heel goed. Dank voor een ontzettend leuke oudejaarsavond. Dank je wel. Was je zelf tevreden? Wilt u daarvoor klappen? Dat mag. Ik ben echt super blij dat ik het gedaan heb. Ik heb er helemaal geen spijt van. Maar we zien je nooit weer terug. Nee. Welke ik heel sterk vond, die met over de doorlichtplek tijdens seks. Daar heb ik echt een half uur. Ah, die smerige dingen zijn allemaal van mij. Ja, ja, dus, Je zit 24 uur met elkaar en er wordt maar een uurtje uitgezonden. Minder zelfs. Wat gebeurde daar dat je dacht, het is van mij? Ja, ik voelde me daar heel vrij. En je hebt alle tijd en je kan serieus zijn. Je kan gaan zitten kloten, elkaar gaan zitten pesten. Je kan elkaar gaan zitten paaien. Je hebt zoveel tijd en ruimte om elkaar te leren kennen. Uh-huh. En ik dacht, dit is een kolfje naar mijn hand. Zou jij het nee, willen? Nee. Ik zou het ook niet kunnen, denk ik. Maar jij vindt het soms ik merk bij jou... Ik ben ook wel eens Nee, jij vindt het moeilijk om... Dat merk ik wel eens als ik hier zeg. Jij vindt het best wel moeilijk om over jezelf te praten. Ja. En hele intieme dingen en over seks. Daar ga je altijd een beetje blozen. ja, nee, maar dat is helemaal niet erg. Nee, dat klopt.